Af al die trekkers te zoeken op het vierbaanswegennet. 0,0, dat horen ze niet, dan mogen ze ook helemaal niet rijden. En dan hadden ze geweerd moeten worden door de overheid. Niet dat slappe gedoe van, ja, wat moeilijk, wat moet je er eigenlijk aan doen? Laat maar zitten, het gaat voorbij. Nee, het is heel gevaarlijk. Nogmaals, trekkers hebben niks te zoeken op het vierbaanswegennet. De boeren hebben niets te zoeken in het verhinderen van voedselproductie. Ja, maar dan krijg je gewelddadige toestanden. Die krijg je, ja. Ik zou zeggen, daar vragen ze om, toch niet? Als je zelf geweld veroorzaakt, word je door een overheid beantwoord met geweld. Het verlossen, kunt u mij horen? Ja, had je medelijden met Sophie Hermans? Dat is een van de vragen die, ik denk het meest is binnengekomen de afgelopen uren. Oh. Ja, medelijden is het woord niet. Ik heb Wilders altijd een zak tabak gevonden en daar bewijst hij nog eens een keer dat hij een hufter is. Dat vinden zijn kiezers waarschijnlijk hartstikke leuk. Hè? Maar ik vond het flauw. Kinderachtig, flauw, hufterig. Ja, wat de PVV is. Een club van niks die nooit iets tot stand gebracht heeft. Geleid door een hufter. En in feite de partij van de opgeheven middelvinger. Maar het was toch niet zo erg wat hij zei? Nou, het was vooral flauw en zij was gekwetst en dat zag hij natuurlijk heel goed, dat ze gekwetst zou worden. En hij is natuurlijk een fameuze kwetser en praatjesmaker in het parlement, maar god laat ik het nog eens zeggen, in feite politiek een totaal nutteloze figuur. Voorzitter, ik zou via u aan mevrouw Hermans willen vragen hoe lang zij nog de ambitie heeft om de assistent tassendrager van de heer Rutte te blijven. Voorzitter, precies dit... Precies dit was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen. Ik ga er eigenlijk verder ook niet meer op in. Ik sta hier, ik merk echt dat het me raakt. Ja, maar hij heeft wel erger dingen gezegd dan dit. Oh, ongetwijfeld. Hij zit er voornamelijk om erger dingen te zeggen. Maar zolang hij ze zegt en niet kan doen, moeten we ons er ook weer niet al te druk over maken. Nee. Hij is uiteindelijk toch een man die op een zijspoor staat. Het is een locomotief op een zijspoor, waarvan die fluit, weet je wel, die werkt nog prima. Alleen kan hij niet meer rijden. Nee, maar deze toespraak of deze toespeling van Wilders kwam natuurlijk voort uit de toespraak die zij, Hermans, op het VVD-congres had gehad. Ja, nee, ongetwijfeld. Kijk, zij heeft intensief met Rutte samengewerkt als adviseur. Dus ja, wat is er makkelijk scoren dan te zeggen, omdat we ook dat gedoe van die tassendrager al hadden gehad bij Wim Kok. Hij dacht natuurlijk, god, dat is lollig, het is ook een tassendrager. Laat ik dat ook eens zeggen. Ja. Maar nogmaals, ik ben, dat ik geen bewonderaar ben van Geert Wilders, dat is algemeen bekend. En dat Geert Wilders in feite een nutteloze scheur in de Nederlandse parlementaire democratie is. Ja, dat is lijkt me ook algemeen bekend. Ja, maar heeft Hermans het niet ook een klein beetje aan zichzelf te danken door op dat congres? Laat ik zeggen dat ik Hermans tot op heden geen overtuigende fractieleider vind. Nou heb ik daar helemaal niet speciaal op gelet, maar je moet iedereen een tijdje gunnen om erin te komen, zoals dat heet. Ja, maar zij zeggen... Ook bijvoorbeeld Bolkestein was in het begin helemaal niet bijster succesvol als fractieleider. Ja, maar ze had een hele duidelijke statement, hè, van ze zei, ik ben niet de dochter van Luc Hermans, ik sta hier niet als de dochter van Luc Hermans. Ja, dat had ze misschien dan beter niet kunnen zeggen. Ja. Ja. Maar misschien tal van mensen die dat sowieso niet wisten. Ja. Ja, vind je het ook trouwens goed? Maar goed, iets om puur en alleen voor het kwetsen. Ja, dat is Wilders. Komt ten voet uit, toch? Ja. Met zijn boze praatje bij de algemene beschouwingen. We kennen het ritueel. Ja, het is wel nog steeds effect. Eigenlijk is Wilders een zielenpoot. Ja? Ja, natuurlijk. Zo'n man die staat te schelden bij de kuil van niet waar, waarin een groot gebouw gebouwd wordt. De boze buurman. Niet erg succesvol, maar... Nou ja, de boze buurman, dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja, gefrustreerd. Ja, ja. Ik denk dat hij altijd eigenlijk vrij gefrustreerd geweest is. Ja, er zijn ook mensen die zeiden, we vinden het verfrissend dat Hermans die emoties laat zien in de Kamer. Hè? Nou, dat vind ik ook verder best, maar ja. Op zichzelf is het niet zo dat de Kamer per se een toneel van emoties zou moeten zijn. Ja. Eus had nog wel een aardige column in het AD die zei van ja, het zijn toch een beetje krokodillentranen van Hermans. Want ja, haar partij is wel verantwoordelijk voor alle ellende in dit land. De stikstof. Ja, maar dat heeft verder met het dragen van tassen en haar eventuele relatie met de minister-president natuurlijk niks te maken. Nee. Dat Nederland slecht bestuurd is in de afgelopen 15 jaar,
20 jaar, zo je wil, staat het een paal boven water. We hebben het er breed over gehad hier, niet waar? Zou Rutte er niet van goed aan doen zich volledig te concentreren op het repareren van de onbeschrijfelijke ellende die hij zelf tot stand gebracht heeft, overigens in coalitieregeringen, laten we dat er even bij zeggen. Ja, maar goed, dat was zijn kritiek ook, hè? Dat Hermans vragen moet stellen aan, niet alleen maar vragen moet stellen, maar moet zeggen tot hier en niet verder. Kritiek, prima. Dat is inhoudelijke kritiek. En dan was er ook een heel onderdeel, dat was wel bewust kwetsen. Nou, is dat leuk? Nee, dat is niet leuk. Nee. Hè? Is zij vrij kwetsbaar, oogt ze ook zo? Ja, dat maakt een goede reden om het helemaal niet te doen natuurlijk. Ja. Dus ik zeg, laat haar een beetje groeien in de rol van fractieleider en dan zien we wel weer verder. Ik bedoel, Geert moet als fractieleider ook bepaald geen praatjes hebben. Hij weet hoe het parlement werkt, maar heeft hij ooit iets van betekenis tot stand gebracht? Nee, nul. Nee. Voor zover hij iets tot stand heeft gebracht, is dat hij een hele slechte invloed heeft gehad op andere partijen. Ja. Dat is eigenlijk het enige verdienstelijke, of verdien, als je dat zo wil noemen, het enige resultaat wat Geert ooit heeft gerealiseerd. Ja, maar er blijkt maar weer eens uit dat de VVD nog steeds heel erg afhankelijk is van Rutte, want ook deze Hermans, ja, die is misschien zo beschadigd. Dat is een groot probleem. Dat heeft de VVD volledig aan zichzelf te danken en trouwens ook aan Mark Rutte. Namelijk dat er geen behoorlijke opvolging is geregeld, dat is zonneklaar natuurlijk. Degene die dat wellicht had kunnen worden is vertrokken. Zegt overigens altijd bij hoog en belaag, ik heb dat nooit geambieerd. Ik had haar dat wel gezien in de politiek. Maar feit is, opvolging is er niet. Althans niet zodanig. Ja, die moet het worden. Hij of zij, die moet het worden. Nee. En iedereen voelt natuurlijk wel een klein beetje dat als Rutte vertrekt, hoe dan ook, dat de VVD wel eens een enorme dreun zou kunnen krijgen. En die hebben nu, wat is het, 38 zetels. En, nou ja, niemand weet hoe dat zal lopen, maar de kans natuurlijk dat ze er BAF 15 kwijtraken is niet uitgesloten. Ja, misschien komt Dijkhoff wel terug, want hij zei, ik ben ook weggegaan omdat we de kinderen steeds naar opa en oma moesten brengen vanwege de doodsbedreigingen. Ah, ik weet dat hij zei iets bij de opnames van de slimste mens, hij zei gewoon, ik heb het nooit geambieerd en dat heb ik ook altijd expliciet gezegd. En ik neem aan dat dat wel controleerbaar is. Maar goed, dat is natuurlijk wat hij nu zegt, omdat het Rutte niet weggaat. Maar nou, stel dat Rutte zo meteen... Nou, ik had wel begrip voor het feit dat hij vertrokken is. En als ik hier via fractieleider had helemaal geen zin in. Ja, want ik ben natuurlijk als fractieleider wel de man die de klappen opvalt. Ten meer omdat Rutte nog steeds iets Teflonsachtigs heeft. Hè. Wat er ook in Nederland fout gaat. Rutte heeft er nooit iets mee te maken. Hoe het mogelijk is, begrijp je niet, maar hij heeft er niets mee te maken. Ja, ik moet nog steeds lachen om, als je de krant ook leest, hoe vaak je tegenkomt dat bestuurders zeggen van, oh, was dat aan de hand? Daar had ik geen actieve herinnering aan. het komt iedere keer terug, dus hij heeft wat dat betreft wel invloed. Hij heeft school gemaakt, dat moet je zeggen. Ja. Er zijn gewoon heel weinig actieve herinneringen in de politiek. Ja, we hebben ondertussen... Hij zou er zijn dagboek bij moeten houden en elk jaar even teruglezen een stukje. Ja, om te herinneren aan wat hij allemaal gedaan heeft. Ja. Nou, we hebben natuurlijk nu de boeren die zich, vooral die radicale boeren, hè, die flink op de trom slaan. En, en ik weet niet of je gezien hebt dat Farmers Defence Force, wat die willen gaan doen. Die willen... Nee, ik let er niet zo op. Ik vind het, ik zie het nog steeds. Hoe zie je ook de politieke partijen opnieuw weer geïntimideerd zijn door die boeren. En zie ik het als een achterhoede gevecht. Van de boeren? Laat die minister vooral de poot stijf houden. Het is natuurlijk ook een beetje beschamend dat zo'n VVD-congres niet waar in het is natuurlijk provinciale doodsangst. En dat geldt ook voor het plotselinge retireren van het CDA. Er ligt een regeerakkoord, ze zeggen vuur het uit. Maak anders geen, als dat niet kan, laat de regering vallen, zijn we ook voor Rutte af. Ja. Nou, de boeren hebben nu gezegd, althans die Farmers Defence Force, we gaan geen middel schuwen om de stikstof... Dat is pure intimidatie. En ik zou zeggen, laat de regering anders dan bij vorige gelegenheden vooral zich niet laten intimideren. Treed op tegen die boeren. Maak daar werk van. Laat je niet van de straat jagen met die klote trekkers. Hè? Nee. Mark van der Oever is dat. Die zegt die boeren die ontbreekt het dan elke vorm van redelijkheid. Ja. En gemeenschapsbewustzijn. We gaan snelwegen blokkeren, zeiden ze in Natura 2000 gebieden. Laat ze vooral veel snelwegen blokkeren. Dat maakt ze ook populair bij de rest van de bevolking. Ik zou zeggen, wat mij betreft kunnen de panzervoertuigen weer uitrukken. Druk ze maar van de weg af. Ja, dan is het tenslotte hart tegen hart.
De overheid dient de orde te handhaven in de publieke ruimte. En als die orde is verstoord, wordt door boze boeren, dan moet er opgetreden worden. Ja. Ze willen ook de Daar hebben we een overheid voor. De voedselvoorziening willen ze ook plat gaan leggen. Ja, prima, de voedselvoorziening, vooral honger veroorzaken, dat werkt geweldig. En ze willen optrekken naar Schiphol. Kortom, ze willen dus grote hoeveelheden mensen treffen die er helemaal geen bal mee te maken hebben. Maar die in feite niets anders zijn dan burgers van het vaderland. En de overheid heeft besloten, gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. Er ligt een regeerakkoord, dat moet uitgevoerd worden. En voor zover ik de minister heb gehoord, en niet waar, is ze ook van plan om het uit te voeren. Ja. En we moeten ons vooral niets aantrekken van intimidatie in de publieke ruimte. Dat is het slechtste wat een parlementaire democratie kan doen. Dit zeggen ze in de krant, hè, in de Volkskrant. Die tekenen dus ook op dat ze hebben gezegd, we bouwen op, zeggen de boeren en we gaan door totdat het af is. Nou ja, we zullen zien wat dat is. Ik nogmaals, laat je niet intimideren. Ja, dezezelfde meneer. Het is niet aan de overheid om zich te laten intimideren zoals vorige keer. Ja. Hebben ze zich de vorige keer laten intimideren? Ja, natuurlijk. Op al die trekkers te zoeken op het vierbaanswegennet. 0,0, dat horen ze niet. Daar mogen ze ook helemaal niet rijden. En dan hadden ze geweerd moeten worden door de overheid. Niet dat slappe gedoe van, ja, wat moeilijk, wat moet je er eigenlijk aan doen? Laat maar zitten, het gaat voorbij. Nee, het is heel gevaarlijk. Nogmaals, trekkers hebben niks te zoeken op het vierbaanswegennet. De boeren hebben niets te zoeken in het verhinderen van voedselproductie. Ja, maar dan krijg je gewelddadige toestanden. Die krijg je, ja. Ik zou zeggen, daar vragen ze om, toch niet? Als je zelf geweld veroorzaakt, word je door een overheid beantwoord met geweld. En als die overheid dus alsmaar de andere kant op zit te kijken omdat die doodsbang is, wat vorige keer mijn indruk was, dan is er iets mis met die overheid. Dan mag dat kabinet zich mag wel de borst nat maken voor deze zaken dan. Ja. Treed op! Ja. Ja, want dit is natuurlijk deze praatjes die jij nu citeert, dat is het begin van de intimidatie. Hè? Ze denken gewoon, je kunt eens even kijken, laten we eens even poken en stoken. Nou ja, het eerste optreden is deze komende week in Barneveld. We zullen het zien. Ja. Barneveld, ook een heel geschikte plek om daarmee te beginnen, zou ik zeggen. Misschien wel goed om te zeggen, dit is een deel van de boeren. Hè? Dit zijn niet alle boeren die hier aan meedoen. Nee, dat dit is het tragiek van de boeren. Is natuurlijk dat ze in feite het imago hebben van radicalisme. En volstrekte onredelijkheid als gevolg van deze voorhoede. Ja, het is de Farmers kleine Defense Force, die zich vorige keer natuurlijk ook op heel ongelukkige wijze in de kaart heeft laten kijken met zijn lulkoekerijen, ja, over de Tweede Wereldoorlog. Precies, dus een beetje de PVV onder de boeren waar we het hier over hebben. Ja, het hufterdom. Ja, ja, dus dat is. En zij zijn nog niet voor reden vatbaar. Want ze vonden het heel normaal dat die boeren bij de minister stonden. En dat die kinderen stonden te trillen. Het feit dat je zegt dat je dat heel normaal vindt, dat geeft al aan dat je dus klaarblijkelijk je normen en waarden volkomen ontspoord zijn. Ja. Overigens wel even ter verdediging van de BBB-mevrouw. Zij heeft het ook wel verafschuwd. Ze heeft gezegd, we vinden dit niet normaal dat je bij de minister gaat staan. Ja, dat is verder prima. Dat hoort ze ook te zeggen als parlementariër. Ja. Dus dat vind ik prima dat ze het gezegd heeft. Laat ze zich ook daar aan houden. Laat ze ook dan bellen met de Farmers Defense Force, dat ze met die flauwekul op moeten houden. We hebben dat gedoe met Kaag ook gehad, met die psychopaat met die fakkel. Oh ja, Daar moeten we wel mee ophouden. Sluit die lui op. Ja. Deze man was trouwens ook die Mark van den Oever, de man die de boeren heeft vergeleken met de Joden. Hè? Dus dat geeft wel aan. De woorden die jij citeerde waren van hem afkomstig. Van de, ja, ja, maar ja. Nou ja, dan weet je wel hoe laat het is een beetje. Ja. Goed. Nee, het is heel droevig allemaal taal. Ja, dan hebben we ook Schiphol. Ja, het is toch ook voor heel droevig. Ja, veel. Namelijk, Schiphol is een overheidsbedrijf, zoals je weet. Ja, het is volkomen incompetent geleid. Hoe heeft dit nou in godsnaam zich zo kunnen ontwikkelen dat we nu weer 20% van alle vluchten die moet gecanceld worden? Allerlei mensen die hun vakantie hebben geregeld zijn volledig de klos. Je denkt dat, laat dat nou eens goed, hoe kan zoiets? Hoe is het mogelijk dat de Nederlandse overheid, want natuurlijk niet alleen ten aanzien van Schiphol, maar op een reeks van dossiers zich heeft laten zien dat ze volkomen incompetent zijn. Dat allerlei problemen maar voortwoekeren zonder dat er klaarblijkelijk iets aan gedaan wordt. Dat is toch raar? Ja. Dat is toch een hele wonderlijke zaak. Het OM in Gelderland gaat 1500 zaken
Niet waar, die gaan de prullenmand in. Omdat er te veel bezuinigd is op de rechterlijke macht. Ook weer zo'n bezuinigingsdossier. Dank u wel, meneer Rutte. Wat geweldig ook dat de hele rechterlijke macht ook komt heeft. En niet waar zwaar beschadigd is geraakt met die flauwekul van u. Dat is diep triest. Daar is uitgebreid tegen geprotesteerd. Er is uitgebreid uitgelegd dat het niet verstandig was. En het gebeurt toch en het leidt dus tot ontsporing. Wat dacht je, dat viel mij de afgelopen week natuurlijk op. Van eerst hebben we dus in Europa gezegd, nee, de Oekraïne, lid van de EU, dat willen we liever niet. Want dat geeft maar problemen. En je ziet het al op de achtergrond, dat gaat geld kosten. Daar is Nederland niet voor. Je zet je dus te kijk voor de tweede keer als Jan de Zuinigert. Jan die overal tegen is. En dat tenslotte, als de commissie met een voorstel komt, zegt, ja, daar ben ik voor, zijn we voor. Waarom zet je jezelf dan eerst te kijken alsof je het niet wilt? Wat is dat nou voor een beleid van Jan Doedel? Houd dan je mond dicht en wacht tot er een voorstel ligt. Dan kun je altijd iets... Nee, we moesten eerst weer van laten weten... waardoor we in de internationale pers breed werden afgeschilderd... als de zoveelste keer dat Nederland dwars ligt... niet waar vanwege kruideniersoverwegingen. Nou ja, ze zeiden het klopt in dat land nog niet helemaal. Dus ze hebben geen recht om lid te worden. Ja, dat kun je zeggen, maar we zijn ondertussen geraakt in buitengewone omstandigheden die van een geheel andere aard zijn. En het is zaak om daar conclusies uit te trekken. En een groot deel van Europa heeft dat gedaan. Dat kon je ook uitgebreid zien aankomen. Maar Nederland zei, nee, we moeten natuurlijk, nee. We gaan echt door alle stapjes gaan we nemen. Nee, dat is hartstikke sympathiek. We kunnen een kanon krijgen, maar dat is het dan ook wel zo'n beetje. Ik vond het echt... Nogmaals, je wordt in de internationale pers word je voor de zoveelste keer te kijk gezet. Ja. Ze zijn te kijk gezet met dat COVID-fonds. Ze zijn nu weer te kijk gezet. En dan ga je tenslotte moeiteloos akkoord met het voorstel van de commissie. Wat is nou weer stoms? Nou, Rutte zegt je moet compromissen sluiten in de politiek. Daar hoort dit bij. Ook al dachten we er eerst anders over. Rutte had even afgewacht voordat je met je kinderachtige bezwaar aan boord kwam. Waarvan je wist dat het tenslotte waarschijnlijk niet goed zou gaan. Ik vond het ongelooflijk stom. Maar is het niet goed dat Rutte... Ondertussen, niet waar, sta je natuurlijk te boek als permanent tegen zo'n beetje alles wat op dit terrein zou moeten veranderen. Ja, maar goed, als hij de corruptie wil bestrijden in Oekraïne, heeft hij wel een punt. Want ja, dat heeft hij een punt. Maar dat geldt precies. Waarom zijn Bulgarije en Roemenië dan wel lid geworden? Ze zijn ook volledig corrupte landen. Ja. Trouwens, als je een lijstje van corruptie bekijkt, dan zul je zien dat alleen een paar Scandinavische landen op dit punt natuurlijk een beetje een uitzonderingspositie hebben. Namelijk dat ze niet corrupt zijn. Corrupt, ja, de corruptie begint toch in Nederland ook meteen onder de grote rivieren? Of is dat de gevaarlijke generalisatie? Nou ja, als je de berichtgeving bekijkt, dan klopt ja, dat niet. Ja, dan zou je zeggen, dat is ook niet fris daar, toch? Nee, dat ben ik met je eens. Misschien kunnen we tijdelijk Limburg dan ook op het zijspoor parkeren. Ja, daar hebben ze Jos van Rij weer. Hè? Daar hebben we het eerder over gehad. We zijn Jos van Rij weer. En we hebben de drugsmafia. Ik vond het dus een daad van ingrijpende stomzinnigheid. Hmm. Ja. En nog eventjes over Schiphol, maar ook over die rechtbanken. Is dat wel aan Rutte toe te schrijven? Want het is toch logisch dat als er minder werk is, in het geval van Schiphol... Er was helemaal geen minder werk. Nou, tijdens COVID wel. Krijg een telefoontje. Ja, tijdens COVID, maar je kon er toch wel mee rekenen dat COVID niet eeuwig zou gaan duren. Ja, zo. Ja, dames en heren, er is een schermpje uit het dashboard gerezen. Gepaardgaande met de sympathieke van die muziek die je ook hoort wanneer ze geen telefonische verbinding met je willen maken. Ik zal hem even uitzetten. Met groene lettertjes, dat wel. Ja, dat betekent inkomende oproep volgens mij. Groen. Maar tijdens COVID was er minder werk. Dus dan zeg je, mensen gaan... Ja, natuurlijk. Maar je ziet toch ook aankomen dat dat tenslotte ophoudt. Dan ben je toch voorbereid op de start. Okay. Maar ja, op zichzelf is dat ook in de hele wereld. Economie zie je dit probleem overal. Ja. Maar goed, het had voorkomen kunnen worden. Ja. Ook bij Schiphol hebben we wel de fietspomp erop gezet. Het kon niet groot genoeg zijn. Er konden niet, weet ik hoeveel vluchten zijn er tegenwoordig. 500.000 per jaar of zo. Nou, dus dat moest dan terug naar 400.000. Nou ja, dat had je van tevoren ook kunnen bedenken. Het speelt natuurlijk ook bij personeelstekort speelt een rol. Personeelstekort is in heel brede zin het gevolg van het feit dat we die mensen te weinig betalen. Ja. Dat hele, nou ja, dan komen we weer terug op het klassieke probleem. Dat de hele onderkant ook van de arbeidsmarkt natuurlijk in Nederland vrij belazerd betaald wordt.
Geleid door een hufter. Maarten van Rossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.